Wij bevinden ons hier in de keuken van de gemeentelijke basisschool De Kleurenboom in Montenaken. Dagelijks worden hier een 500 à 550 maaltijden bereid, die dan ook gebracht worden naar de scholen van Miele, Jeuk, Borlo, Gingelom, Niel en ook naar het gemeentehuis. Alles wordt hier dagelijks vers bereid en we zijn heel fier dat we elke dag zo'n lekkere maaltijd aan onze kinderen kunnen aanbieden. Als hoofdverantwoordelijke van de keuken, samen met een team van 6 personen, bereiden we elke dag een lekkere maaltijd voor alle scholen van Gingelom. De maaltijden bestaan uit soep, hoofdgerecht en dessert en worden met de grootste zorg bereid. Vandaag eten we gebakken patatjes met vlees en fruit en als dessertpudding. En ik vind het heel lekker.